Hallo dames en heren, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol, dit is Deetje. En die kwam zo net een beetje moeilijk uit de auto. Ik kwam er toch niet uit, gek. Sorry. Ik roep 80 keer, help, help nou, help even. Ja, ik was al bijna weggelopen. Ik dacht dat je gewoon eruit kon. Uit kon? Kijk even. Niemand kan daaruit. Nee, dit was even een beetje krap. We zijn binnen en we worden even ergens heen gebracht. Waarschijnlijk naar de kleedkamer en dan naar de visagie. Oftewel de schminkruimte. Oh, Superman. Hey, doei. Hey Enzo, hoe is het? Heel goed. Top man. Hallo. Ik heb je net al gezien man, het zag goed uit. Ja, was het wat? Ja, word je gekozen van het rijden? Weet ik niet. Ik heb geprobeerd zo leuk mogelijk te zijn. Oké. Nou, dan moet je het overlaten aan de kijkers. Precies. Goed jullie er zijn. Ja, thanks man. Misschien kunnen jullie het nog van de vorige keer herinneren. Toen heeft D in de draaideur gestaan en toen flikkerde ze uit en toen had ze een hersenschudding. Oh! Holy shit man. Rare fouten van. Echt zo jongen. Was goed? Jazeker. Ja, zeker. Ah, top man. Zeker. Het staat goed uit net. Het wordt even spannend hè? Ja, het wordt heel spannend. Dus ik zei net al dat D die was ook in de draaideur gestaan. En toen gingen we draaien en toen stopten we en toen flikkerde ze uit, het was een hersenschudding. Dus dat was even wat minder. Maar daarvoor komen we deze keer niet, alleen voor het optreden van D. Je bent gewoon als fan ben je hier. Ja, als fan voor D, support. Als manager. Hoe vind je het kerstnummer? Heel mooi. Je hebt het al gehoord, hè? Ja, ik vind het heel mooi. Echt? Ja, nee, ben ik serieus. Het is echt, ik weet niet of kijkers Jewel iets zegt. Jewel is een zangeres die ik heel erg waardeer met mooie rustige pianoliedjes. Nou ja, ik neem aan dat iedereen het ook wel kent. Ik vind het echt, het is de kersttrek van het jaar. Nou, top man. Ja. Holy shit, dat is nogal wat. Ja, dat is nogal wat, ja. Super tof. Nou, ik ben blij dat we hier ook kunnen zijn om het te laten horen aan hopelijk zoveel mogelijk mensen uit Nederland ook. Ze gaat echt live. Ja, ze gaat echt live. Poeh. Ja, dacht laten we het gewoon goed doen. Zo te vroeg. En ik zie hier iemand waar ik even contact mee heb gehad ook. Hoe is het jongen? Ja, goed met jou? Goed je te zien eindelijk voor het eerst. Ja man, we hadden even gedm'd aan elkaar via Twitter. Ja. Dus dat was wel lachen. Ik weet eigenlijk geen eens meer waarom. Hoe begon dat eigenlijk? Via je broertje volgens mij, via Milan. Ja, want je bent ooit bij Milan geweest met volgens mij een vogelspin en een slang of zo. Heeft hij een filmpje opgenomen. En Milan, heel leuk. Ja, hij heeft mij verteld, jongen, die Freek, die is hartstikke gek. Ik scheet hem hartstikke hard dood. Hij scheet hem echt dood. Hij was wel bang, ja. Hij was echt bang. Ja, super tof. Ja, nee, was kicken. Maar wat doe jij hier? Ik ben hier als supporter voor D. Die gaat straks kerst. Oh, dat is jouw D. Ja. Ah, wat day. Leuk. Goed, mijn man. Day. Goed, man. Ah, ik ben benieuwd. Ja, man. Wordt echt super tof. Zo net even een super chill gesprek gehad met Giel, Domien en natuurlijk Freek. Die zijn allemaal weer die kant op gegaan. En wij konden nog heel even 10 minuutjes ongeveer hier blijven. D die wordt nu opgemaakt. Kietelt het? Ja. Kijk eens aan. Ziet er goed uit, D'tje. Je was heel even bang voor wallen, omdat we gewoon een beetje weinig hebben geslapen. Ja. Omdat we het heel druk hebben, maar het komt helemaal goed. En er zijn zo net complimenten gegeven door Giel en Domien over je nummer. Ja? Het moet helemaal goed komen. Oké. Oh shit, wat zie ik hier? Kijk eens even wie de lul is. Giel, jongen, je bent de lul. Hij moet op het schrikdraad. Kom maar met mij mee, kijkers. We gaan even naar Studio B. Dan gaan we even kijken hoe het er hier aan toe gaat. Wat ga je doen? Soundchecken. Soundchecken? Belangrijk. Zet hem op. Ga nou. It's cold. Ze hebben altijd zo wat hele te gekke gasten hier. En wat ik hier nu weer zie, dat is niet normaal. Ik heb eerder een soort van zandtovenaar gezien. Die doet dan allemaal mooie projecten maken met zand. Maar deze mevrouw is hier bezig met ijs. Het is heel indrukwekkend. What? Dit is echt heel erg gaaf. Echt ontzettend cool. Het is een pinguïn voor de mensen die het niet konden zien. Bye.
Deze man die echt helemaal losgaat en die het publiek enthousiast maakt. Hij heet Jaap en hij is zo super aardig en hij doet zijn werk zo ontzettend goed. Dus bij deze Jaap, je krijgt echt zo'n grote shout-out van mij. Want elke keer als ik jou weer zie, dan moet ik gewoon keihard lachen. En je hebt zoveel passie voor je werk en dat straalt er vanaf. En dat wilde ik echt eventjes kwijt. Dus blauw duimpje omhoog voor Jaap. Aankomen, ja, we zijn even een beetje aan het lachen hier, want Day die heeft een gestreept shirt aan. En ik ook trouwens, we matchen echt perfect. Ja, alleen dat kan je niet echt dragen eigenlijk op tv, daar hadden we even niet aan gedacht. Nee. Dus toen kwam een reddende engel van, hey, ik heb swag aan, wil je het even lenen? Dus daarom was Daytje net in het zwart, ja. Maar je hebt het super goed gedaan. Dankjewel. Ik ben echt heel erg trots op je. Thanks. En je hebt alleen mijn compliment hier gekregen. Ik heb ook heel veel WhatsAppjes, ik voelde het in mijn kontzak trillen van... Maar goed gedaan, goed gedaan. Yeah, we voelen ons perfect nu. Als je hier bent geweest, dan krijg je altijd een uitrijkaart. En die moet je dan in het apparaat stoppen. Maar, dames en heren, er zit gewoon nog eentje in. Misschien werkt deze ook, ik heb geen idee. Even proberen. Hij pakt hem wel. Ja, maar de deur gaat niet open. Hij pakt hem niet, dat is het probleem. Ik leg hem wel erop. En dan hoop ik dat ooit iemand hem pakt. Dan doen we nu die van ons erin. Ja! En je hebt een cadeautje gekregen. Ja, maar ik vroeg aan Enzo, is het onbeleefd als ik het nu al uitpak? Maar nee. Oh my god, oh my god. Nice! Wat is dat? Chocolaatjes. Oh. In een kerstsong. Oh, deze is super cute. Kijk nou. Super schattig. Deze is echt schattig. Nice, chocolaatjes. Shout-out naar Sepp Life. Yes. Last Christmas, I gave you my heart. Nu pak ik jou gewoon terug. Normaal doe ik altijd. Ja, normaal doe jij naar de kijkers, nu doe ik het naar de kijkers. En nu dacht ik, ik doe het een keer aan jou, want jij bent ook special. Ik voelde het aan dat jij het bij mij ging doen en ik dacht, nee, ik doe het lekker naar jullie kijkers toe. Nou. We houden wel van jullie kijkers. Ja, heel veel. Ik geef toe. Het is ja, bijna dus kerst, maar het is niet echt sneeuw, echt vrieskoud, echt klein piemeltjes weer. Dat is het niet. Maar... het is ook niet zo van, yo, ik ga even met mijn auto met open dak rijden. Maar deze mensen, die denken daar toch heel anders over. Die denken, ik trek mijn... Wow, oké, je gaat er nog voor. Nou, dan rem ik even voor je af. Nou, geniet van het weer, zou ik zeggen. Waarschijnlijk denken jullie dat wij nu naar huis gaan. Maar nee, wij zijn in Amsterdam. En we zijn dringend op zoek naar een parkeerplek. Alsjeblieft, kom op. Ik hoop dat we er een tegenkomen. Milan is samen met zijn team... Nou, hier kunnen we niet staan. Dit redden we niet. Nee. Het is te klein. Ja. Hier links... Oh, dan lijkt het net alsof het plek is omdat die auto ervoor staat. En ook dus niet. Oh man, oh man, oh man. Red ik dit? Ja, dit red jij. Red ik dit? Ja. Nee, toch? Het is heel strak, maar ja. Nou, stap jij maar uit. Gaan we filmen. Ik ga mijn best doen. Ik weet eigenlijk helemaal niet of je dit redt. Maar we gaan het zien. Als we... Er komen ook zoveel fietsen elke keer langs. Ik word helemaal zenuwachtig. Ja. Maar als dit past, hebben we echt gelukt. Dan staan we gewoon in de straat. In Amsterdam. Dat is echt niet normaal. Dus beter doe je je best. Dit is het rijexamen in parkeren van Enzo Knol. Ik zal je wat vertellen. Ik was overal goed in, behalve dit. Ja, schiet maar op, want het is heel koud. Gelukkig heb je van die piepjes in je auto. Dan kan je voor de zekerheid even kijken. Ja, je kan gewoon iets. Stop. Nu moet je draaien. Verder. Stop. Oh, die was close. Close call. Close call. Je staat bijna. Nog één keer naar voren. Ik zou er niks meer aan doen. Holy shit. We hebben echt een zieke. Yeah. Yo. We waren op zoek van, hé, waar is het, waar is het? En Dave, volgens mij is het hier. Nou, ja. Toen ik jullie zag staan, dacht ik, het is zeker weten hier. Ja, zeker. Zeker. Hoe is het? Ja, goed. Top, man. Hey, man. Kijk eens aan, zelfs een man met snor aan, dus dat moet dan wel, hè? Altijd. Nice, man. Holy shit. Ja, ik heb geen idee hoe het is, maar ik denk dat ik gewoon erheen kan lopen. We gaan gewoon naar binnen. Kijk eens aan. Wel een vette locatie hier in Amsterdam. Super veel computers. Holy shit, jongen. Hi man! Hoe is het? Oh, kan ik gewoon hier langs lopen en zo? Ja, ja, ja. Ik heb geen idee, joh. Yo man! Maar gewoon achterlangs.
Was goed? Okay. Kijk eens aan, Jeremy. Zijn jullie tegen elkaar of zo? Of? Nee, dit is regie. Ah, oké. Oké, ik ben er een beetje ingedoken. Ik heb een headset opgekregen. En je zegt dat dit de regiecomputer is. Ja. Dus ze hebben zeg maar daar drie computers. Ik ga het even laten zien. Kijk, daar zit Link. Daar zit... Oh, hoe heet die ook alweer? Grapje man, ik hou van je. Dat is Arm. En oh, Melvin. Hallo. En dit is dus een computer met twee ook dikke beeldschermen. En hier kan je dus op allemaal, ja, laten we even heel simpel zeggen, knopjes drukken. En nu zien we bijvoorbeeld Harm. Maar als je op een ander knopje drukt, dan zie je bijvoorbeeld... We kunnen bijvoorbeeld nu even naar... Dat is Melvin. Oh, dat is Melvin. Kijk, even zwaai Melvin. Hey! Dan gaan we even naar hier, Link toe. Hoi Link, even zwaaien in de camera. En dan gaan we nu naar Harm. Dan gaan we Harm weer. Kijk, oh, die doet net de wave. Nice moves. Yeah. Echte moves. Wel echt super chill, man. Het ziet er echt smooth uit ook gewoon. Ja. Dus dat is wel heel erg vet. Nou, we gaan natuurlijk zometeen, als we echt aan het gamen zijn, dan ga jij dat helemaal regelen. Oh. Gaan we even kijken of jij echt een regie man bent. Geen microfoons doen en de games. Oké, want het is zo dat stel voor Harm die is Minecraft aan het spelen en Harm gaat dood. Ja. Dan ga je meteen naar iemand anders switchen. Ja. Ja, dan is het wel, blijft het interessant en leuk. Ja, en we gaan kijken wie het hardst schreeuwt, die komt in beeld. Ja. En op dit moment zijn er gewoon 6300 kijkers. Het is echt super gezellig hier. En het is ook gewoon sick dat ze meer dan 7000 kijkers hebben. Die gewoon aan het genieten zijn van de livestream hier. Dus sowieso shout-out naar alle mensen die hier aanwezig zijn. Ook de mensen achter de schermen die niet echt aan het streamen zijn. Maar gewoon alle computers, beeldschermen en alles voor de rest hebben geregeld. En daarnaast ook even een shout-out naar Milan voor de uitnodiging. En nu ga ik even... Ja, het is leuk dat je filmt. Ik ga even een grap uithalen. Ik heb hier een schaar. En Jeremy die is heel druk bezig met de regie. Dus even een stukje haar afknippen. Haar afknippen? Wat Jeremy? Hij heeft toch een primeur. Even kijken. Ja, dit kan wel, dit kan wel. Oké, daar gaan we. Meisje. Ik zei tegen de kijkers, je hebt toch al een vriendin, dus ze zit wel goed, ja. Oké, we gaan dansen voor de stream. Uitstelling, zeg jongens. We kunnen het. Let's go. Daar gaan we. Ik ben hier niet op gekleed. Dit ziet er zo lomp uit, maar als je de stream kijkt, is het geweldig. Kijk, zo ziet het eruit. En dan, ja, dit ziet er eigenlijk ook debiel uit. Ja, het zijn ook debiel. Ze zijn gewoon mongolen. En hier kijken gewoon hoeveel mensen naar? 7500. 7000. Ik zojuist omhoog toen je dat zei. Dit is leuk. Voor de mensen die het nog niet helemaal weten, 24 uur lang zijn ze dus hier aan het streamen. En ik denk dat het nog wel even leuk is om te zien hoe het van boven allemaal eraan toe gaat. Tenminste, van boven even naar beneden zo. Oh, het ziet er echt heel erg cool uit. Eeuw, ik vind het eng. Eng? Ja, omdat je zo er doorheen kijkt. Ja, dat snap ik. Kijk, ik ga naast springen. Nee! Hey, ik voel het serieus trillen gewoon. Dit is dus waar het allemaal gebeurt, dames en heren. Ja. Met een muts en zo. Ah! Godverdomme! Hij pakt hem op mijn kut! Yes, ik heb hem! Oh yes! Lichte titties! Zijn dit ze? Ja, dit is hem. Ja. En deze van jullie? Die is van MD. Ja, van MD. Oké. Oh, sorry. Het moet iets zachter zijn. Het was super grappig, want ik zei, mag ik mijn jas, we moeten er weer vandoor. En toen zei hij, ja is goed. Toen zei hij, welke jas is voor jou? Ik zei, die groene. Ik zei, ik ga nog even naar boven hoor. En terwijl ik gewoon daarnaast ging staan, naast mijn tweede vriendin daar. Waarom staat het eigenlijk? Dat vraag ik me echt af. Oh, dat staat er voor Link. Nu snap ik het. Zoveel prinskins komen hiervan. Oké, Deetje. Ja. Deze keer gaan we maar niet het hele proces filmen. Maar ik ga het wel weer met jouw hulp doen. Ja. Dat moet wel, kijk maar. Zo'n klein stukje voor en een nog kleiner stukje achter. En kijk, deze is al twee keer zijn kenteken kwijtgeraakt. Want er staat een tweetje op het kenteken. Oh ja, inderdaad. Dus om dat nog een keer te doen is ook zonde. Ja, dat is een beetje lullig. Daar gaan we. Zonder schade zijn wij thuisgekomen, gelukkig maar. En ik was even aan het editen hier in mijn knol. Tot opeens beneden D stond. En zo!
En we zijn niet alleen, Dee en ik. We zijn samen met Quincy. Hallo. 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 Check dan wat we gaan eten. Oh my god, wat is dit? Nou, eeuw. Wat zit hieronder? Misschien moet je het openmaken in plaats van slaan. Ja. Het is een kapsalon. Kapsalon. Deetje die heeft blijkbaar een saus gekregen die ze niet wilde. Iets met oorlog of zo. En kreeg ze uitjes. Nou, maakt niet uit. In ieder geval, er zitten pinda's erbij. Nee, er zitten geen pinda's bij. Dat is het probleem. Oh. Ik wou oorlog, dat is mijn pindasaus. Maar ik kreeg speciaal. En dat is met curry. Oh. Maar we kwamen op het onderwerp van pinda's. En jij bent allergisch voor pinda's. Ja. En jij hebt wel een lachen. Niks hoor. Dat is helemaal niet grappig. Want nee, dat is niet grappig. Heel serieus. Ja, dat krijg je dan. Ja. Ja. Dat gaat allemaal helemaal dicht zitten. Mm-hmm. Maar hebben mensen wel eens pinda's op je gegooid? Dat is gewoon een vraag. Ja. Zo, jij bent allergisch, ik heb ruzie met jou, ik ga pinda's gooien. Gewoon mensen die me heel erg haten, dat is dan in mijn slaap zo. Nou, ik was nee, benieuwd. Ik denk heel veel mensen worden gepest op school. Ik werd... Sorry. Wat? Nee, meer van, het zou heel zielig zijn als je dan allergieën hebt en je wordt gepest op die manier. Ja. Dat mensen pinda's naar je gaan. Ja, maar ik werd altijd gepest op school. Ja. En ja, nu, jij snapt wel waarom. Mm-hmm. Ik ben gewoon een mogol. Ja, precies. Ja, precies. Alleen, ik dacht misschien, dan heb jij dat ook ooit gehad, dat je gepest werd op school. Ik bedoel niet dat je er zo uitziet. Ja, nou. Nee, ik ben wel gepest, maar niet met pinda's naar mijn hoofd. Nou, dat nee. Vroeg ik me even af. Nee, gelukkig niet. Ja, mensen hebben wel eens voor de grap dat ze dan hahaha nootjes, maar dan begrepen ze niet dat het oprecht heftig was, zeg ja, maar. Ja, dat het echt gevaarlijk was. Ja. Ja, maar dan was het gewoon, nou leuk, maar niet per se van haha, ga maar dood. Nee, precies. Maar ik dacht misschien zijn er nog meer mensen die zoiets hadden, net zoals ik, van hey, ik ben wel benieuwd. Mm-hmm. Het zou wel heftig zijn, maar doe dat nooit, want het is echt fucking heftig. Het is echt heel erg heftig. Want ja, ik heb het nog nooit meegemaakt. Maar zoals jij het vertelde, dat was wel echt heftig. Vertel nog even één keer. Nou, wat er gebeurt is, je krijgt in één keer last van je armen. En in één keer krijg je overal jeuk. En je lichaam gaat helemaal branden en heet worden. En je wordt flauw en je krijgt pijn aan je buik. En dan op een gegeven moment kan je dus geen adem meer halen. En dan moet je heel snel naar het ziekenhuis. En dan krijg je medicijnen ingespoten en dan word je helemaal suf van die medicijnen. Want dan gaat je lichaam in één keer super hard werken tegen al die antistoffen of anti-allergeen dingen. En dan ben je 3 dagen moe, want dan dat. Maar hoe kwam je er ooit achter dat een vriendje of zo zei van, hier, prima, nee, lekker. Ik was echt wel op mijn 3e of zo. Oh, oké. Okay. Toen kwamen ze er al achter, dus ik weet niet eens hoe al die dingen smaken, zeg maar. Ik wou net zeggen, want sommige mensen die komen er wel eens achter op latere leeftijd. Net zoals dat mijn moeder iets van, ja, dat heeft dan niks met eten te maken, maar die is allergisch voor wespen. Mm-hmm. Die zat toen te werken thuis op de computer, toen was ze in de 30 en toen werd ze in één keer gestoken. Mm-hmm. Toen moest ze in één keer supersnel naar het ziekenhuis en toen kwam ze er pas achter van, hey, ik ben allergisch. Ja. Terwijl dat nog nooit eerder zo is. Nee, precies. Maar jij wist het al vanaf je 3e, oké? Ja. Het is, nou, ik moet zeggen, je mist op zich niet heel veel. Nee, dat stelt je gerust, toch? Alleen Snickers, chocolade, pinda. Nee, het enige wat wel, zeg maar, op mijn... Toen ik 3, 4 was, toen had ik wel altijd een broodje met pindakaas. Ja. Want toen was ik nog niet heel erg allergisch daarvoor. Dat, zeg maar, dat mis ik wel. Dus af en toe dan ruik ik pindakaas en denk ik, oh, dat wil ik eten. Maar dan ruik ik het ook en dan... Dus het is een soort van dubbel. Ah, ja, sorry, mijn wekker gaat, mijn broodje pindakaas is klaar. Oh, even hoe? Wat flauw en zo. Nee, mijn wekker ging af, want ik moet mijn medicijnen nemen dat ik niet meer van die domme vragen stel. Zo, oké, ik ga wel lekker genieten van mijn kapsalon. Lekker. En nu dacht ik, hij is naar boven, het zal wel. Oh, weet je wat ik ga doen, dames en heren? Au, waarom prik je mij? Niet mijn prikken. Of ik prik jou met mijn kerstboom. Eenhoorn. Het is hier echt een troep. Dat is gewoon niet normaal. Dit is echt verschrikkelijk, hè? Ben ik een troep? Nee, maar wat hier allemaal ligt en zo en ook die setup, weet je wel. Eigenlijk is het helemaal niet handig, want mijn greenscreen past helemaal niet aan deze kant van de kamer. Nee. Dus ik ga dit allemaal verplaatsen naar het midden. Oké, als je klaar bent, kom ik kijken, ja? Ja. En dan ga ik mijn mening geven. Oké. En als ik het lelijk vind, zeg ik het gewoon. Oké. Jullie hebben de
de foto's gezien. Het ziet er, vind ik, heel erg veel beter uit dan eerst. Ik heb veel meer ruimte. Dat vind ik gewoon vooral het chillen ervan. Check dan, dames en heren. Twee beeldschermen, zoals ik al had natuurlijk. Ik heb verder niks nieuws erbij. Maar mijn computer, dat vind ik wel een hele verbetering, heb ik nu op het bureau gezet. Heel erg vaak moet ik namelijk mijn vlogbeelden op de computer zetten. En dan gebruik ik dit snoertje. En dan moest ik altijd drukken en dan moest ik helemaal eronder. En dit snoertje is ook niet zo heel erg lang. Dus ik dacht, weet je wat, ik zet hem gewoon op het bureau. Dus dat vind ik relaxed. In de hoek daar PlayStation 4 en Nintendo 64. Met hier alle controllers. En ik heb nog zo'n soort adaptertje die je in de computer kan doen. En dan kan je met je Xbox controller kan je bijvoorbeeld FIFA doen op je computer. Want FIFA op een toetsenbord, holy shit, dat is echt een heel ander level. Dat kan bijna niemand. En hier heb ik dan nog allemaal ruimte over. Ja, dat moet nog even opgeruimd worden verder. Maar in ieder geval aardig al wat ruimte voor Deetje, waar ze heerlijk kan zitten. Deetje die kon het helaas niet zien. Die is nu samen met Quincy lekker uit. Lekker aan het soepen. En ik ga even lekker gamen. Ondertussen is het 3 uur in de nacht. En jullie zullen waarschijnlijk allemaal denken, what the fuck? Ja, inderdaad. Wij gaan nu met z'n allen onderweg naar de DAD livestream, waar we vanmiddag ook even zijn geweest. En Dee en Quinn die hebben heerlijk een drankje gedaan dus. En Quinn, de andere Quinn en Don, die zijn serieus net wakker. Die hebben, heeft Dee wakker gemaakt. Echt super grappig. Heeft ze ook gesnapchat. En nu is het zo dat we daar dus gewoon heen gaan. Holy moly. Het voelde heel raar. Het voelde alsof we op vakantie gaan. Ja. Normaal, het enige wat we normaal doen om 3 uur 's nachts is vertrekken naar vakantie. We gaan op vakantie naar Amsterdam. Yay! Oké. We hadden even een bestelling gedaan van 15 hamburgers en nog wat drinken en ijsjes en weet ik veel wat. Gewoon om onszelf even allemaal te verwennen. En die 15 hamburgers zijn natuurlijk voor alle streamers die daar gewoon keihard bezig zijn. Dus sowieso een shout-out naar jullie. En holy shit, dat duurde wel even hoor. Midden in de nacht 15 hamburgers bestellen. Tering, we staan hier een half uur. Dus dat maakt het allemaal ongelooflijk laat. En het zal me niks verbazen als we straks in de ochtend ook weer thuiskomen. Maar... we gaan ervoor. En het is wel lekker. Het is lekker vies voedsel. Oh, tijdmachine! Yes, en alles wat ik over heb spijt, want als ik terug kan in de tijd, als je nu niet met mijn ex. Als ik denk aan al die dagen, dat ik mij zo heb misdragen, dan denk ik, had ik maar een tijdmachine, tijdmachine. Maar die heb ik niet, dus zal ik mij gedragen en zal ik blijven sparen, sparen voor een tijdmachine. Als ik terug kon in de tijd, was ik precies hetzelfde, was ik... blijft een heerlijk nummer. Holy shit. Shoutout naar Dio. Wat de heck. Ik ben nu even nog op de parkeerplaats mijn hamburger aan het eten. Even saus aflikken. En we zijn nog even lekker jeugdvertegenwoordiger aan het luisteren. Je kijkt terug in de tijd. Als je naar de kamer. Oh, dat is. Ja, we gaan naar Amsterdam naar mensen die aan het livestreamen zijn. Nu nog? Ja, nu nog 24 uur lang. Nee, dus ze gaan de hele nacht door. Nice. En ze kwam naar me toe en ze zei, echt heel apart eigenlijk, ze zei, mag ik de stomste vraag stellen? Dus ik zei, stel de stomste vraag. En toen zei ze, mag ik een selfie? Ik zei, dat is de stomste vraag die ik ooit heb gehad. Nee, tuurlijk mag dat. Dat is geen enkel probleem. Dus laten we het gaan doen. Ja? Ja. Ah, superleuk! Kijk zo. Alsjeblieft. Hoppakee. Uit voor Snapchat. Ja, die doen we nog even bij opstaan. Maar wat jullie vroegen aan ons wat wij hier deden, maar wat doen jullie hier zo laat? Ja, wij komen net van een feest gedaan. Ah, kijk eens aan. Ja, wij beginnen pas straks met feesten. Niet te geloven, ja. Helemaal loco. En jij moet een jas aan doen, want het is veel te koud. Ja, ja, het is echt koud. Die ligt nog in Maastricht in zijn achterbak. Oh. Hij is de chauffeur, echt waar. Nou, hij is de vanavond. Chauffeur. Hoe is het? Goed met jou? Ja, lekker man. Kijk eens aan, de chauffeur is er ook al bij. Nooit gedacht dat jullie ooit zo tegenkomen. Ja, echt, hè? Dat is... nee, gewoon... het is echt raar gewoon. Waarin je langs zegt, nee, het zijn ze niet. Ja, ik zag jou dus, heel even kijken. Dus zij, en ik dacht, maar ja, mensen kijken wel vaker naar elkaar. Ja, en ze klonk. Ik zeg, huh, wat? Dus oh, jij lag al te pitten. Ja. Oh, ook okay, een selfie. Dat is echt de stomste vraag die je... Nee. Ja. Grapje, grapje. Oké, even nog laatste selfie, hamburger en go. 3, 2, 1. Ah, grappig, wat leuk! Yes! Dit vind ik zo leuk! Dit is mijn favoriete moment ooit!
loop je dan om 4:15 in de nacht in Amsterdam. En ja. Ik heb zoveel gegeten. Quinn die is heerlijk wakker geworden. Ja, ja, dat zeker. Je bent wel echt klaar wakker. Ja, nee, oprecht. Ik was echt aan het inpakken en toen... half dood ervaring. toen was ik weer wakker, dus en thanks. We reden zo net hier heel even langs en we keken snel naar binnen en het zag er een beetje dood uit. Dus ik denk dat we even leven in moeten blazen. Kijk, daar is Melvin. Ik vind Melvin heel grappig. Hij loopt zo dood. Ja. Hij is wel een geweldige vent. Ja, we moeten zachtjes zijn, hij zegt het al. Hoi. Wow. Yo. Hoi, binnenkomen. Goeie avond. Yes. Nice. Hallo. Yo, what's up? Hamburgers. Ja. Goeie idee. Ik heb 15 hamburgers meegenomen. 15 in dat? Zit dat nee, nee, daar is ook nog een zak. Oh. Voor iedereen. Lekker, lekker. Oh yeah. Nice, man. Gaat lekker hier? Hallo dames en heren. Het is ondertussen nu 4:50 in de nacht. En de livestream is nu weer langzamerhand levende aan het worden. Aangezien er wat foutjes gaande waren. Maar daar gaan we niet te lang over praten. Het is nu wel steeds gezelliger weer. Want ja, het internet doet het weer goed. Hier zijn hele leuke mensen. Dat is Quinn, dat is Dave. De achterloop Pascal, dat is Joost. Dat is Quinn. Ja, twee Quinn in de building. Dat is Don. Dat is Ralf en dat is Melvin. Het is ondertussen 7:50 in de ochtend. Ik ben echt helemaal gesloopt. Dat is niet normaal, man. Oh man, oh man. Anyways, we gaan nu meteen slapen, dames en heren. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem tof. Vergeet er niet even een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dit wordt morgen uitslapen voor live. Dat is niet normaal. En dan zeg ik zoals altijd, dikke, vette... Peace. Knol Power.